Het lukte Vitesse niet om te winnen van een ploeg uit de top 3. De Arnhemse ploeg speelde 1-1 tegen Feyenoord en blijft hiermede op de vijfde plaats staan. Wij spraken na afloop met Vitesse-speler Michael van der Werf en Vitesse-trainer Leonid Slutsky. Michael van der Werf, 1-1. Wat vond je ervan vandaag? Ik vond het eigenlijk een open wedstrijd. Uiteindelijk hebben we de tweede helft echt wel een hele goede tweede helft laten zien. En hadden we meer verdiend, denk ik. Hij kon aan beide kanten vallen, maar uiteindelijk hadden wij de tweede helft wel meer recht op die overwinning, denk ik. De laatste minuten waren billenknijpers voor de toeschouwers. Ja, dat klopt wat ik zei. Open wedstrijd. Hij kon aan beide kanten vallen. Ging hoog tempo van de ene kant naar de andere kant. Als we een beetje gelukkiger zijn, denk ik, dan winnen we die wedstrijd. Jullie waren agressief, jullie speelden met passie. Dit was de 3 overwinningen, nu een gelijkspel. Er zit echt schoen in, zeggen ze. Ja, nee, dat klopt. We hebben de goede weg te pakken. Die willen we graag doorzetten met volgende week natuurlijk. Dus uit deze wedstrijd kunnen we wel wederom weer vertrouwen halen. Met veel vertrouwen tegemoet naar volgende week. We played 2 completely different halves. First half we little bit afraid big names, not only names of a players and name of a team, because we had another plan of a match. We must to play more attacking, more compactness, very quick transition to attack. And in first half, I think this is normal situation, especially for young players. In sometimes you are a little bit scared for big names, big club. And I told in the break time about, okay, if we don't play on 100%, we never understand our level. Okay, it doesn't matter, we will lose 1-0 or 5-0, but we must to play on completely different level, and we must to use all our opportunity in attack, in defense, completely different level, aggressive. And second half we played really well. Of course we created a lot of chances, and Feyenoord also had some chances, but this is impossible to play against Feyenoord without chances. Each team in the world, I think Feyenoord create chances, but second half I think maybe one of the best performance in this season, and I'm satisfied second half, and I think final results absolutely deserve. You are proud on this team today? For reaction and for second half, yes, I'm very proud.